Welkom bij Slank en Fit TV en dit is een video over een suikerspiegel. Want wat is een suikerspiegel? Je hebt suiker en een spiegel. Maar wat is nou een suikerspiegel? Oké, jongens, let op. Want dit moeten jullie echt weten. Dit wist je nog niet. Misschien wel, maar misschien zeker weten bijna van niet. Dit moet je echt even weten over een suikerspiegel. Wat is een suikerspiegel? Het is belangrijk, jongens, dat jullie dit weten. Deze video hoort bij een blogartikel dat ik heb geschreven. En ik heb hier het blogartikel. Dat zijn best wel wat kantjes. Dat ga ik niet helemaal in deze video behandelen. Dus wil je beter lezen wat een suikerspiegel precies inhoudt en wat de gevolgen ervan kunnen zijn, klik dan even op die link onder de video als je deze video op YouTube bekijkt. En dan kun je rustig even het artikel doorlezen. Maar ik ga niet nog meer tijd voor jullie snoepen. Ik ga snel beginnen met het suikerspiegelverhaal. Oké, we gaan beginnen bij het begin van een dag. Het allereerste wat we eten is vaak ons ontbijt. En ons ontbijt bestaat 9 van de 10 keer uit enkelvoudige koolhydraten, oftewel suikers. Denk bijvoorbeeld aan je boterham met kaas of je glas melk wat je 's ochtends eet. Of je schaaltje muesli of krusli. En wat dacht je van die boterham met jam? Kortom, in de ochtend begint je suikerspiegel al te werken. Om maar even zo te laten zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik zal het inzoomen, het beeld. Zodat jullie mij kunnen volgen met wat ik vertel. En ik heb hier een mooi geel potlood wat ik zo laat zien. 'S Ochtends, als je begint met een ontbijt, gebaseerd is op enkelvoudige suikers, dan komt er al een stijging in je bloedsuikerspiegel. Je suikerspiegel schiet dan eigenlijk in de ochtend al heel snel naar boven. Hierop reageert het lichaam met als gevolg een onmiddellijke daling in je bloedsuikerspiegel, onder het suikerspiegelniveau. En wat krijg je dan? Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar nadat je je ontbijt op hebt en rond een uurtje of 10, 11, kan je wel eens last krijgen van een dipje. Wat energiedipje of dat je juist ergens trek in krijgt, dat je echt het gevoel hebt dat je moet eten. Sommigen worden zelfs ook een beetje bibberig of krijgen hoofdpijn en willen dan echt eventjes wat eten. Wat doen we dan vaak? Vaak krijgen we dan de neiging, omdat je suikerspiegel onder de ideale waarde is, om iets van weer van suiker te eten. Dus we pakken of een koekje of iets anders wat eigenlijk te veel enkelvoudige suikers weer bevat. Met als gevolg dat we weer ons wat beter gaan voelen. We krijgen weer wat energie, een korte piek energiestoot binnen. En onze suikerspiegel schiet weer als een gek de lucht in. Nou, wat gebeurt er nu als jouw suikerspiegel te hoog is? Er gaat dan een seintje naar jouw hersenen van, oh jee, die suikerspiegel die is veel te hoog. Snel insuline gaan aanmaken. Je alvleesklier maakt insuline aan. En die insuline die zorgt ervoor dat die suikerspiegel weer naar beneden wordt gehaald. Maar omdat je zo'n hoge suikerpiek hebt gehad, is er ook best wel wat veel aan insuline aangemaakt. Daardoor gaat al heel snel je suikerspiegel weer onder die ideale waarde. Dus onder de suikerspiegel. En daardoor krijg je weer zin in zoetbehoeften. Nou, je gaat dan weer wat eten. Vervolgens schiet weer je suikerspiegel de lucht in. Gaat er weer een seintje naar je hersenen toe van, oh jee, de suiker is weer te hoog. Weer, hoppa, heel veel insuline gaan aanmaken, want de suikerspiegel is veel te hoog. Wat gebeurt er dan? Er is heel veel insuline aangemaakt. Dus je suikerspiegel zakt ook weer heel snel onder de ideale waarde. Dan hebben we ons 4 uur, 3 uur, 4 uur moment dipje, waarin we weer wat willen eten. Of wanneer we, dat we weer wat energie nodig hebben en we pakken weer iets van een snackje tussendoor. Of we hebben weer zin in wat lekkers, zeg maar. Nou, en dan schiet weer die suikerspiegel de lucht in. En zo gaat het dus eigenlijk de hele dag door. Nou, wat gebeurt er nou eigenlijk met die insuline? Waarom is dit niet gezond voor je? Dat rode lijntje is je suikerspiegel. Dat zwarte lijntje is de insuline die aangemaakt wordt. De suikerpiek die komt eerder dan dat de insuline komt. En omdat het vaak als je best wel veel enkelvoudige suikers in één keer neemt, die piek zo hoog is, kan er een stukje niet worden opgevangen door de insuline. Want de insuline komt pas iets later. En dat stukje wat je hier dus ziet, wat net niet overbrugt met die insuline,
dat wordt vaak opgeslagen als vet. En dat is ook de reden dat je daar dus steeds beetje bij beetje van aankomt. Dat is niet zo dat je daar in 1 week 10 kilo van aankomt of zo. Maar gedurende de jaren stapelt dat zich op. En zo kom je iedere keer beetje bij beetje toch wat meer aan in het hardnekkige vet. Insuline wordt aangemaakt door een alvleesklier. De alvleesklier die zorgt ervoor dat insuline aangemaakt wordt en je suikerspiegel weer naar beneden wordt gehaald. In ieder geval weer stabiel wordt gebracht. Maar door die vele pieken en dalen in je suikerspiegel kan diabetes type 2 ontstaan. Diabetes type 2 is eigenlijk oorspronkelijk een ouderdomsziekte. Dat betekent dat een alvleesklier al voor zoveel aantal jaren, mensen rond een jaar of 70, 80 die dat kunnen krijgen, suikerziekte, diabetes type 2, dus dat die alvleesklier al zoveel jaren heeft moeten werken om die insuline iedere keer netjes op peil te houden, dat die op een gegeven moment versleten is. En dat is suikerziekte, dat is diabetes type 2. Maar moet je nagaan dat er op dit moment ook al heel veel jongeren en zelfs ook al heel veel kinderen diabetes type 2 hebben. Wat betekent dat? Dat betekent dat de alvleesklier al zo hard heeft moeten werken. En ik vind het zelf, vind dat echt heel naar, zeg maar. Die alvleesklier heeft al zo hard moeten werken voor die 70, 80 jaar. Zo hard heeft hij al moeten werken. Dat hij versleten is en daardoor diabetes type 2 ontstaat. Al bij jongeren en bij kinderen. Dus hoeveel pieken en dalen heeft die alvleesklier met die insuline al niet heeft moeten opvangen? Dus hoe hard heeft hij wel niet moeten werken om al die suikers, die enkelvoudige koolhydraten, te moeten verwerken om jouw lichaam maar enigszins gezond te houden? Dat is dus best veel. Als je nagaat dat een alvleesklier normaal gesproken een leven lang mee kan gaan. Maar dat hij in zo'n korte tijd al zoveel suiker te verwerken heeft gehad, dat hij nu al eigenlijk een soort van versleten is. Dus daarom wil ik zo graag deze video maken om jullie daarvoor te behoeden, maar ook om het te vertellen aan jullie dat je zuinig moet zijn op je lichaam. Dat je zuinig moet zijn op wat je hebt. We moeten nog ons hele leven lang, ik denk dat we allemaal een beetje, ik ben zelf 26, ik moet nog een aantal jaar. Ik wil heel goed voor mezelf kunnen zorgen om te kunnen genieten van het leven, om leuke dingen te blijven doen. Wat nou als je een stukje gezondheid niet meer hebt of als je helemaal je gezondheid niet meer hebt? Dan kun je een stukken minder als dat je gezonder bent. Dus hiermee wil ik echt aangeven, zorg goed voor jezelf. En wat kan je er nou aan doen? En waarom is nou het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag? Omdat 's ochtends kan je al bepalen hoe jouw suikerspiegel gaat lopen. Als jij 's ochtends al begint met heel veel enkelvoudige suikers, koolhydraten, dan blijf jij de hele dag schommelen. Dan kom je bijna niet meer stabiel. Dus daarom moet je echt 's ochtends een goed uitgebalanceerd ontbijt nemen. Wat gebaseerd is op voedingsstoffen, op water, op proteïne. Dat jouw lichaam genoeg bouwstoffen binnenkrijgt en goede brandstof binnenkrijgt om een goede start te maken van je dag. En dat niet meteen in de ochtend al je suikerspiegel naar boven schiet. Want als dat het geval is, kom je daar bijna de hele dag niet meer uit. Dus daarom, check even mijn site op farabellinga.com voor receptjes, voor ontbijtreceptjes. Gewoon boven in de balk zie je recepten staan. Dan zie je genoeg ontbijtreceptjes wat je 's ochtends kan maken. Probeer echt daar rekening mee te houden dat als jij veel suikers eet, denk dan aan mij. Of in ieder geval aan het verhaal wat ik je nu heb verteld. Dat jouw alvleesklier echt heel hard moet gaan werken om die suikerpieken weer goed te krijgen. En hoe meer hij moet werken, hoe meer de kans bestaat om diabetes type 2 te krijgen. Dus alsjeblieft, lieve kijkers, haal hier jouw inspiratie uit. Of leer er misschien wat van. Ik wil in ieder geval mijn boodschap op je overbrengen. Wat je ermee doet, mag je natuurlijk altijd zelf weten. Maar ik hoop oprecht dat het je wat kan bijdragen in je gezonde leefstijl. En dat je een betere kijk op je eigen leven en je eigen leefstijl kan krijgen hierdoor. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje omhoog als je het een goede video vindt. Mocht je zoiets hebben van, dit moeten meer mensen weten, deel dan mijn video even op je social media. Dat zal ik heel erg waarderen. Dankjewel voor het kijken en ik zie je heel graag weer snel in een volgende video. Doei doei!